Yannick, ja, de GTC Rally staat op het programma vandaag. Jazeker, ik heb er zin in. Het is een leuke rally en avond ligt mij goed, dus gaat goed komen. Kijk, je zegt al dat gaat goed komen. Ja, dat is meteen een uitdaging, hè? Heb je al een bepaalde plek ook in gedachten? Nee, dat niet. Dat merken we heel snel waar we zitten. Dat vind ik nog heel lastig bepalen. Er zijn een hoop andere jongens waar we nog niet eerder mee hebben gereden in R5. Ja, gewoon, we gaan het zien. We gaan gewoon ons best doen. Klasse winnen is het belangrijkste en de rest komt daarna. Kijk, mooi. Hey, ja, een apart deelnemersnummer heb jij vandaag op de auto zitten, nummer 65. Dat is eigenlijk wel om een hele speciale reden. Ja, zeker. Het is eerbetoon aan Joey den Beste, een goede vriend van ons. En spraken we altijd veel, gingen we altijd veel mee om. Hij in zijn sportcarrière. Ik volgde hem, zeg maar. Hij volgde mij in mijn sportcarrière. En hij is vorige week helaas komen te overlijden. Yannick, proficiat met dit resultaat. Eerste in het kampioenschap en ook nog eens een keer eerste voor het, de cup, zeg maar, hè? Ja, zeker weten. Dat hadden we echt niet kunnen bedenken. Veel problemen gehad met de auto. Laatste boekel ging wel goed. Met een hoop geluk, met fouten van anderen, staan we hier met dit resultaat. Ja, dat had ik alleen maar eigenlijk kunnen dromen. Ik had niet verwacht dat ik hier het Nederlands kampioenschap als eerste kon afsluiten. Kijk, hartstikke mooi. Je kijkt in ieder geval daarop zeer tevreden terug. Wat wordt jouw volgende wedstrijd? Hellendoorn. Dus we gaan nu heel vertrouwd de zomer in. We kunnen weer rustig de auto even oplappen, want is me toch het een en ander stuk gaan. Maar dat is geen probleem, daar hebben we alle tijd voor.